Maar ik denk dat in eigenlijk in de drie gemeenten die deel uitmaken van ons samenwerkingsverband, het huisvestingsbeleid tot op het moment dat we ermee van start gegaan zijn via de intergemeentelijke samenwerking, ongeveer een lege doos was. Ik denk dat we dat moeten durven toegeven. En ik denk dat één ding echt zeker is, dat is dat we zonder die impuls, zonder die Vlaamse impuls, er nooit mee van start waren gegaan en dat het wellicht nog altijd een lege doos zou geweest zijn. Dus ons intergemeentelijk samenwerkingsverband omvat 9 lokale besturen en heeft een serieuze dynamiek op gang gebracht op vlak van woonbeleid. Maar het is zo dat Vlaanderen die samenwerkingsverbanden 9 jaar ondersteunt. En wij komen bijna aan het einde van die 9 jaar. Wij komen bijna aan het einde van de Vlaamse financiële ondersteuning van ons intergemeentelijk samenwerkingsverband. En ik ben toch wat bang dat als die financiële impuls wegvalt vanuit Vlaanderen, dat de verdere toekomst van die intergemeentelijke samenwerking toch op de helling zal komen te staan. Dus vandaar onze vraag naar Vlaanderen om toch een goede evaluatie te gaan maken van die verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en om een toekomstperspectief te bieden na die 9 jaar.